Maatschappij 2, Tim en Jongeren. Hoofdstuk 4, je eigen groep. Het ontstaan van jongerencultuur. Ruim 50 jaar geleden bestonden er eigenlijk nog geen jongerenculturen. Dat kwam doordat kinderen lange schooldagen hadden en dat ze op vroege leeftijd vaak gingen werken. Kinderarbeid was in die tijd nog heel normaal. Ze hadden dus lange schooldagen en weinig vrije tijd. En als je weinig vrije tijd hebt, kun je ook niet met andere jongeren omgaan. Er kwam vanaf eind jaren 50 verandering in. De welvaart stijgt in Nederland, waardoor we steeds meer vrije tijd krijgen. Die vrije tijd gebruiken jongeren om met elkaar om te gaan. En zo ontstaat de eerste jongerencultuur, ook wel de nozems genoemd. Die werden gekenmerkt onder andere door een grote vetkuif. Erg belangrijk in jongere culturen zijn vaak trends. Trends worden dan weer vaak gezet door bepaalde muzikanten, want muziek is erg belangrijk binnen jongere culturen. Een bekend voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Lady Gaga. Waarom er eigenlijk meer jongerenculturen zijn? Jongeren hebben vooral meer vrije tijd gekregen en hebben ook meer geld te besteden in die vrije tijd. Natuurlijk willen jongeren zich ook nog graag steeds afzetten tegen hun ouders. Dus ze willen graag uniek zijn. Een jongerencultuur zorgt ook dat je bij een groep hoort. En het zorgt ervoor dat je een beetje anders bent dan de rest. Jongeren hebben er in ieder geval een hekel aan om in een hokje geplaatst te worden. Dit kan soms leiden tot een generatieconflict, waarbij ouders en hun pubers toch heel anders denken over bepaalde dingen. Een generatieconflict is een situatie waarin de waarden en normen van ouders en ouderen botsen met die van hun kinderen.